In de 23e minuut komt Cambuur op vastsprong. De vrije trap van achteruit is van onvierder Koen Brak. Dan komt de bal via Paul Mulders en John Stegeman uiteindelijk bij Mijn Rozenburg. De jonge Leouter, die nog altijd wachtte op contractverlenging, scoort 1-0. En is der tier gebleerd mij. Dan krijgt hij rust. John Stegeman krijgt er een prima kans op 2-0. Hij mist, maar stiet ek boetenspul. Dat feest je dus net terug. 10 minuten later is het dan wolrekken. De kluts in de achterhoede bij Volendam. En dan komt de bal uiteindelijk bij Bovar Karim. En met een prachtig diagonaal schot zwaargert hij voor de 2-0. En Liekert de wedstrijd beslist. Liekert, want 4 minuten later is daar al de aansluitingstreffer van Volendam. Het is uiteindelijk Charles Dissels die de spanning weer ombrengt in de wedstrijd. Zoals je ook dat zien, supporters van Volendam. Daarna krijgen de ploegen oer en weinig kansen. Raymond Bronckhorst had een minuut kwartier de beslissing op een schoeg, maar hij faalt. Toch jouw Cambuur 2 inwens net meer uit handen. En is er nog hoop op een periodetitel?